Nou, dus vooral het moet vooral lekker zijn. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Het moet verrassend zijn. Maar wat denk ik ook heel belangrijk is, je moet een goede snelheid in kunnen zitten. Dat het snel gemaakt kan worden. De gast van tegenwoordig wil gewoon ook niet meer te lang zitten. En wil wel vrij redelijk snel zijn eten. En heeft een hekel aan als er heel lang tussen zit. Dus daar houden we absoluut rekening mee. Maar vooral is natuurlijk combinatie, smaak en creativiteit. Het moet net even anders zijn, een beetje out of the box. Dat is eigenlijk gekomen doordat mijn vrouw, haar moeder komt uit Java. En op alle verjaardagen en feestjes, als alle tantes kwamen en iedereen een bakje mee had met wat lekkers. En de satéetjes op de grill lagen. Ja, was ik zo aan het genieten en was ik zo ongelooflijk lekker aan het eten. Dat ik dacht van ja, hier moeten we gewoon wat mee. We moeten gewoon weer die Indische rijsttafel een push geven. En vernieuwen en op een andere manier, hippere manier presenteren. En dat hebben we eigenlijk gedaan. En vanaf dag 1 is dat een heel groot succes. Eigenlijk een fresh spring roll. Ideaal voor de zomer. Gerechtje wat ook van tevoren mooi te maken is thuis. Wat je makkelijk kan meenemen. Wat eigenlijk gewoon vrij lang lekker blijft. Korte voorbereiding, groot genieten. Dat is eigenlijk het mooie van dit gerechtje. We hebben een sloepje. Eigenlijk hadden we eerder de stoep dan ons huis. Dat was wel grappig. Ze waren nog aan het verbouwen, aan het heien. De sloep lag er al. Ik heb ook iets met water. Ik ben geboren in Horen. Dus het IJsselmeer is voor mij iets wat ik altijd wel wil zien. Het is heerlijk ontspannend. En het is gewoon, je ziet... Vooral als je in deze regio de kant van Vinkeveen op gaat, het Botshol en zo, zie je een heel ander Nederland en dat is fantastisch. Disjockey. Ja, ja. En wat zou je stijl zijn? Ja, op dit moment is dat housemuziek, maar het kan ook Nederlandstalig. Gewoon. Het leuke is om een grote groep mensen te entertainen en eigenlijk ook als een menu met een opbouw ze te brengen naar een extase. Ik ben niet zo van de wijspijs combinaties. Dat vind ik wel een beetje. Ik heb ontzettende hekel altijd gehad aan als je dan 8 gangen ging eten met 8 verschillende glazen wijn. Lekkere goede fles op tafel. Flesje wit, flesje rood. En maar eigenlijk mijn guilty pleasure is een Cointreau'tje met crushed ice na afloop. Nog eentje misschien.